shit. These are the approaches. Ook zo moe van Geert Wilders en die film? Kijk Bosveld 55 met deze week... Een nieuwe Turkse broodjeszaak in het winkelcentrum. En heel veel 1 april grappen. Bosveld 55. Vandaag gegarandeerd 100% fitnavrij. Vorige week heeft Sanne een printer geruild tegen dit vogelhuisje. Een geweldige ruil lijkt me zo. Maar goed, ik ga kijken of ik het tegen iets waardevollers kan ruilen. Hallo mevrouw. Heeft u toevallig iets om te ruilen tegen dit mooie vogelhuisje? Ik ga even kijken dan. Oké, dank u wel. Ja. Ja, kom maar door als je wilt hoor. Nou, dat is leuk. Dan gaan we even naar binnen. Ik geef dus elk jaar iets aan de Clinic Lounge. Mm-hmm. En dan krijg je dus, ja, dan koop ik ook natuurlijk altijd een beeldje. Mm-hmm. Hè? Maar nu kreeg ik in 1 jaar tijd 2 dezelfde beeldjes. Dat was eigenlijk niet zo leuk. Nee. Dus nou, dan kan ik dat beter geven. Oké, wij zijn er hartstikke blij mee. Dus nou, dank u wel. En ik heb een vogelkuisje. Ja. Dus daar kan ik weer mooi naar buiten hangen. Precies, daar zijn de vogeltjes weer blij. Hartstikke dank bedankt voor deze ruil, mevrouw. Hartstikke leuk. Bosveld 55, 100% fit naar vrij. 100% fit naar vrij. Bosveld 55, 100% fit naar vrij. Bosveld 55, 100% fit na vrij. Bosveld heeft zijn eigen marktplaats voor de wijk. Op bosveldjes.nl kun je in contact komen met mensen die iets willen kopen, verkopen of gewoon een vraag hebben. Op de site vond ik muzikant Rob. We speelden een spel in dat Spaanse hotel, daar vlot ons die avond voorbij. Ik speel gitaar. Piano, allerlei fluiten. En met behulp van de computer kan ik ook drummen. De maan stond zo vol en ik speelde. Ik zag op bosveldjes.nl staan dat hij muzikanten zocht in Bosveld. Komt dat zo? Nou, ik zit meestal alleen te spelen. En nou ja, met meer mensen samen spelen is gezellig. Ik doe het liefste doen. Misschien voor de laatste keer. Hoe is die passie voor muziek ontstaan? Het zal in de genen gezeten hebben. Ik bedoel, ik had ooms die speelden van alles. Ik kon als kind al helemaal enthousiast worden als mijn zussen in de keuken met de afwas bezig waren. En die zaten in de kerkkoor en die zongen dan Bach. Hè? En dat vind ik nog steeds schitterend. En toen ik mijn eerste mondharmonica kreeg op mijn 5e was ik verkocht. Voor Rob is muziek een grote hobby. Hij maakt wel cd's, maar verkoopt ze meestal niet. In principe bied ik allemaal liedjes gratis aan. Waarom zou je dat gratis doen? Ja, waarom zou je ervoor laten betalen? Nee, het probleem is dat we in een tijd zitten waarin er niet betaald wordt voor muziek. En ik betrapte zelfs mijn eigen familie erop dat ze mijn cd'tjes liever kopieerden dan dat ze mij betaalden voor die 5 euro per stuk. In de volgende uitzending zie je meer over Rob en over zijn vriendin Lieke, die ook een bericht achterliet op de Bosveld Marktplaats. In de asiel ga ik werken. Wat is dat? Een asiel dat honden en zo in zitten, dat ze vrij zijn. Dokterassistent. En als ik daar ontslagen ben, dan ga ik naar mobiel verkopen. Dierenarts. Waarom? Omdat ik graag dieren wil helpen en zo. En, ja, gewoon redden. En als ik daar ontslag, ga ik in een dierenwinkel. En ik wil chirurg worden. Als het niet lukt, dan zangeres. En als ik daar ontslagen ben, ga ik politievrouw worden. Dat is wat ik heel streng. Dan ga ik jou in de vriezer. Het is bijna 1 april, het moment om grapjes uit te halen. Hoe zit het eigenlijk met de humor van mensen in Bosveld? Ja.
Je leeft één keer. Leven met lolletjes aan. Oké. Okay. Zonder regeltjes. Er zit er ook verschil in Marokkaanse grapjes en Nederlandse grapjes? Ja, er zitten ook grapjes ook op zijn Marokkaanse, zo, maar precies hetzelfde als hier. Maar ja, op andere manier, zeg maar. Is humor belangrijk in uw leven? Ja, dat is zeker belangrijk. Waarom? Nou, waarom? Ja, god, dat is al zo genoeg serieus en ernstig iets. Je moet toch ook af en toe eens een grap kunnen maken, hè? Meneer, uw schoenveters er los. Ja, dan maakte jij hem al vast. Ja? Dat soort dingetjes, die vind ik hartstikke leuk. En dat moest eigenlijk nog meer gebeuren. En wat voor grapje heeft u toen gedaan? Ja, dat zij een rijbewijs kreeg, hè. Oh, dat hebt u voor de grap gezegd? Ja. En dat kreeg ze niet? En dat kreeg ze niet, nee. Mevrouw, heeft u misschien een vuurtje? Bent? Wat komt terug? Nee, ik vind er niks grappigs aan. En heb jij ook zelfspot? Zelfspot? Ja, dat je grapjes over jezelf maakt. Over mezelf maakt? Ja. Maar over jezelf maak ik geen grapje, toch wel. Ik heb nooit een grapje over mezelf gemaakt of zo. Ik ga mezelf niet voor lul zetten. Dat doe je toch niet wel. Denkt u dat er veel verschil zit in humor in verschillende landen? Ja. Ja. Dat geloof ik wel. Engels humor kan heel leuk zijn, ja. Vindt u Turkse humor grappig? Die ken ik niet zo. Die kent u niet? Nee. Oh, hoe kan dat? Huh? Hoe kan dat, denkt u? Ja, daar heb ik me nooit zo in verdiept, hè. Mevrouw, uw veters zijn los. Vraag. Kijk, tussen Turkse en Marokkaanse jongens en boeren, het is net als een Nederlander, die maakt over een Belg een grap. Of heeft hij ook zelfspot? Ja, ik heb een grapje gemaakt, maar dat was echt gebeurd dan. Ja, ik had eigenlijk tegen een vrouw gezegd, ja, ik vind me eigenlijk niet goed en misschien ga ik morgen opereren. Echt? Dat was een grapje, maar dat was echt gebeurd dan. Dat schrok uw vrouw zich zeker helemaal wezenloos, of niet? Ja. Als een Marokkaan met een grap komt die zegt van, dat was een Turk die weet ik van aan de groenteboer is geweest en die dat heeft gedaan, dan veranderen wij die grap gelijk om, dat was een Marokkaan die naar de groenteboer is geweest. Dus zo gaan die grappen. Nou, dan hartstikke bedankt. Oké, geen dank. Vond u dat grappig? Oké, dat is grappig dit, ja. Oké, nou, zo, bedankt meneer. Doeg. Ja. Bosveld 55, 100% fit naar vrij. Bosveld 55, 100% fit naar vrij. Bosveld 55, 100% fit naar vrij. Ik ben Mariam, ik ben 17 jaar. Ik woon hier in Bosveld. Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb een camera gekregen van Brabant en dan moet ik een beetje mijn leven filmen. Het is een verplichting aan ons om 5 keer per dag te bidden. Ik sta wel altijd 5 uur in de ochtend op en dan bid ik wel. En dan ga ik weer terugslapen en dan rond 7, 8 dan ga ik ook weer bidden in de ochtend. Ja, en als ik dan op school zit tot 3:45 of tot 4:00, dan kom ik thuis en dan bid ik die 2 gebeden die er tussen in de middag waren, die bid ik dan gewoon daarna. Het is wel verplicht om het eigenlijk wel op de tijd te doen, maar ja, als je het niet kan. Als ik bid, dan denk ik aan niets en dan concentreer ik me echt op het bidden. Ja. Ja, je moet dan wel gebedjes uit het Koran. Dus die staan er allemaal in en die ken je dan uit je hoofd, sommige uit je hoofd. Je mag ook wel de Koran erbij houden als je het niet begrijpt. Stel bijvoorbeeld met school. Ik heb het moeilijk met school en dan op mijn examens en dan ben ik helemaal gestrest. En dan vraag ik aan God van, wat moet ik toch doen? En dan op een gegeven moment, dan kalmeert mij. Ik vind het wel iets hebben. Wat een weer, hé. Wij moeten in dit weer gaan ruilen. Heeft u iets te ruilen in huis tegen dit beeldje? Iets te ruilen? Iets te ruilen, ja. Ik zal even kijken. Oké. Ja, ik lag ziek in bed. Oh jeetje, dus we maken u wakker, mevrouw. Laat ik even kijken. Tuurlijk. Ja. Waar komt het vandaan? Van een onderbuurvrouw van u. Nou, dan proberen we dat gewoon weer verder te ruilen, mevrouw. Hartstikke leuk, dank u wel. En heel veel beterschap nog. Oké, dag. In het winkelcentrum is een nieuwe broodjeszaak geopend.
Bedrijfsleidster Hatice verkoopt daar haar specialiteit, kompier. Loopt het al een beetje? Jawel, ja. Ja? Is het moeilijk zo? Eigenlijk is het moeilijk, omdat ik ben is nieuwe. Mm-hmm. Moet ik goede reclame maken. Ja. Maar gaat wel goed. Ik wil voor jullie kompier maken. Het is mijn favoriet. Kompier is een grote aardappel. Ja. Die in een speciale oven wordt gepoofd. Met salade, met kaas, boter, gepureerd. Nou, echt jouw droom, je eigen zaak? Juist. En het bevalt goed? Ja hoor. Ik vind het heel leuk. En is dat moeilijk als, als Turkse vrouw vanuit de Turkse gemeenschap zelf een winkel opricht? Of wat vinden ze daarvan in de Turkse gemeenschap? Eigenlijk Job Solution, mm-hmm. Reïntegratiebureau, heeft heel veel geholpen aan mij. Dat was moeilijk als je vrouw bent. Mm-hmm. Sommige dingen wel moeilijk. Maar ik heb een heel goede begeleider. En het gaat alles goed. Wat voor mensen komen hier? Vooral mensen uit Bosveld? Of komen hier vooral Turkse mensen het halen? Allebei. En wat zeggen de mensen die het voor het eerst eten? Oh, die mensen zegt, is heerlijk. Wat een grote aardappel, zegt me eens mensen. Hoe reageerden de mannen erop dat je hier bent komen zitten? De mannen hier in de andere winkels? Eigenlijk voor mij is niet vervelend. Zijn ze allemaal wel positief? Ja. Je hebt heel veel energie nodig voor deze werk. Mm-hmm. Begrijp je? Yeah. Heel veel energie, heel veel tijd nodig. Ja, eigenlijk als je sterk bent, dan is makkelijk, alles makkelijk. Je moet echt een sterke vrouw zijn. Ja. En ben jij een sterke vrouw? Ja. Echt een kompje, dan mag ik het even gaan proeven. Mm-hmm. Heel lekker, Hatice. Eet smakelijk. Dank u wel. Woensdag zijn we er weer, van 12:30 tot 1, tijdens het middagcafé. Op de radio, live, Bosveld 55. En waar gaan we het over hebben? Turkse vrouwen, wat doen zij zoal? Waar houden ze zich mee bezig? Zij maakt lekkere kumpier. En daar gaan we het over hebben. Tot dan. Een tijdje terug noemde de burgemeester van Den Bosch het winkelcentrum hier in Bosveld de rotste plek van Den Bosch. Nou, je kunt je voorstellen dat de winkeliers dit niet leuk vonden. Ze waren een beetje boos en hadden een brief naar de burgemeester geschreven. En daar hebben ze deze week eindelijk reactie op gehad. En wel een excuusbrief. Ik hoop dat ze daar wat aan hebben. Nou, ik ben deze week gaan ruilen. En ik heb dit hele leuke ouderwetse spelletje ervoor teruggekregen. Ik ben benieuwd wat Carline er de volgende keer voor terugkrijgt. Wat je volgende keer ook ziet is Rob, die nog meer muziek gaat maken. En de kinderen op de Wipkip hebben weer heel wat te vertellen.